Ja, wij hebben de Bijbel open liggen en wel bij Jesaja 63, waar de Heer ook 2 weken geleden zo overkwam in het 3e vers, waar ook voorafgaande er mensen waren geweest die dus de drie-eenheid van God niet herkenden en die er nog steeds zijn, die ook de drie-eenheid van God niet willen erkennen, omdat ze hun eigen woorden vooraan zetten. Maar van nature herkennen wij helemaal niks. En als de Heer er nog eens een licht over wil doen laten schijnen, dan komt hij nog eens met een vers. Ach, niet om alles maar te vergeestelijken, maar waar de Heer ook spreekt door monden van Jesaja 63, het 3e vers. Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volkeren met mij. En ik heb hen vertreden in mijn toren en ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Ja, daar is het waar de Heer Jezus zelf spreekt door monden van Jesaja. Ik heb de pers alleen getreden. Ja, dat wil zeggen, daar komt niks van de mens bij. En zo wil de Heer ook nog eens willen geven. Zijn eigen bevestiging op zijn woord, ja. Het was zo dat de Heer mij bepaalde 2 weken geleden bij deze tekst. Maar ik dacht, ach, er komt nog wel een keer dat ik die tekst overdenk. En, maar de Heer die is zo soeverein in zijn werken en als het moet, ja, dan moet het. En als de Heer er nog eens licht over wil geven door zijn Heilige Geest, dan zal het ook gaan. Want anders kunnen we er maar beter mee stoppen. Maar de Heer is soeverein in al zijn werken. En willen we nu Jesaja 63 ook in zijn geheel lezen, waar we daarna ook nog een weinig willen overdenken wat daar ook werkelijk in staat. Jesaja 63, het 1e vers. En wie is deze die van Edom komt met besprenkelende klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Zegt de Heer Jezus, ik ben het, die in gerechtigheid spreekt, die machtig ben te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als die van in de wijnpers treedt? Dan zegt de Heer Jezus, ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volkeren met mij. En ik heb hem vertreden in mijn toren en ik heb hem vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen. En al mijn gewaad heb ik bezoedeld, want de dracht der wrake was in mijn hart. En het jaar mijn verlosten was gekomen en ik zag toe. En er was niemand die hielp en ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm zijn mijn heil beschikt en mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. En ik heb de volken getreden in mijn toren en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht der aarde doen nederdalen. Met ongenade, ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden. En veelvoudigen lof des Heren naar alles wat de Heren ons heeft bewezen. En de grote goedheid aan het huis Israëls die hij hun bewezen heeft. Naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn de goede tierenheden. Want hij zeide, zij immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheden was hij benauwd. En de engel zijns aangezicht heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden en zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. En hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en aan zijn volk. Maar nu, waar is hij die de uit de zee opbracht heeft met de herders zijn kudde? Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Cruciaal. Die den arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieden aankliefden, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden als een paard in de woestijn. Struikelden zij niet, gelijk een beest dat afgaat in de vallei en heeft hun
de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat hij uw heerlijke naam zou maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw vermogen, het gerommel uws ingewands en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij. Gij toch, onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader. Onze verlosser van oudsaf is uw naam. Heere, waarom doet gij van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijd bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Even 18e vers. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijd bezeten. Ja, wat betekent dat? Wat betekent dat nou? Als God genade schenkt, dan valt genade vrij. En dan is dat maar voor een weinig tijd. En dan is het niet een bezitten. En dan is dat ook niet een eigen werk. En dan moet de drie-eenheid ook erkend worden. Want er staat hier ook zo duidelijk, verschillende keren, over de Heilige Geest. En de Heilige Geest is niet zonder de Vader en is niet zonder de Zoon. En allemaal omgekeerd ook niet. Dus 3-1 in wezen, heilig, staat waar zij zijn wederspannig geworden. En zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is hij in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. We zien ook zo, voorafgaande aan dit hoofdstuk, Jesaja 62... om het herstellen van Jeruzalem. En dat er niet gezwegen mag worden. Jesaja, ach, die mocht van de Heere niet zwijgen. Die moest spreken. Want het moest glans overkomen. Want de heidenen die waren tegengekeerd. En de koningen ook al. En de sierlijke kroon was afgeworpen. Maar de sierlijke kroon die moest hersteld worden in Davids grote zoon. Davids grote zoon, dat wijst naar de Heer Jezus Christus. In het eerste vers staat, wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen? Ja, wie zegt dat eigenlijk? Welke mensen zeggen dat nou? Ja, dat is Gods ware volk. Die zegt dat in volle verwondering. Want hij is blank en rood en draagt de banier boven 10.000. En daar hebben ze het nou net over. Ja, wie is deze? Ach, dat is heilig, rechtvaardig God in de hemel. Die is het, die in de wijnpers getreden is, de Heer Jezus Christus. Die ook zo heerlijk door monden van Jesaja zegt, ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volkeren met mij. Ach, en hoe komen die mensen daar nu aan? Die dat zo in verwondering uitroepen. Ja, die zijn in aanmerking gekomen met de wet. De wet die verdoemt. Die hun een staat van beschuldiging zet. Zoals in Psalm 119, waar het ook gelijk heel opmerkelijk begint met de wet. Ach, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Ja, dan zegt de pelgrim het. Ach, vele verklaarders die zeggen, wie zou dat nou geschreven hebben? Psalm 119. Velen denken aan David. Anderen denken weer aan weer een ander. Maar wat maakt het toch uit? Wie dat geschreven heeft. Het is wel zeker dat de pelgrim dat geschreven heeft. In de soevereiniteit van God is de auteur niet gegeven daarbij. Ach, en dat maakt ook niet uit, want elke pelgrim herkent zich in Psalm 119. En dat is nou het grote. Ach, hij is blank en rood en draagt de banier boven 10.000, jazeker. Maar hoe komen wij daar nou aan?
aan dat geloof. Als we ons ongeloof eens gaan erkennen. Als we niet meer weten wat geloven is en dat we het moeten uitroepen. Heren, ik geloof, maar ik kom mijn ongelovigheid te hulp. Dan wil hij nog eens overkomen in het woord. En dan wil hij nog eens een woordje geven ter rechtertijd. En dat door hem. Daarom is ook de Heilige Geest zo nodig. Ja, die is nodig. Niet om alles te vergeestelijken, maar om geest en leven te schenken. Want dan komt de overwinning van de Messias over de vijanden van zijn volk. En daarom bidt deze profeet ook om Gods ontferming. Ja. De Heer Jezus heeft hen in hun toren vertrapt. En mijn grimmigheid en hun kracht is gesprengd. Op mijn klederen en al mijn waad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraken was in mijn hart. En het jaar mijn verlosten was gekomen. Dat zal toch wat zijn. Als dat jaar nu is aangebroken zou zijn. Dat zal toch eens wat zijn. Als de verlosten zullen juichen. En ik zag toe. En er was niemand die hielp. En ik ontzette mij. En er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mijn heil beschikt. En mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. Ja, die ondersteuning van God. Die komt niet op commando. Die ondersteuning van God. Die komt als we het niet meer weten. Als we zelf tegen de gitzwarte achtergrond van ons bestaan niets meer zien. Dan wil de Heere overkomen in het gewaad van zijn woord. Ja, dit wraakgericht. Wat Jesaja hier zo zegt. Ach. De vijanden zullen vertrapt worden. En zij zullen voor hem buigen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En daarom is het gebed om genade ook zo nodig. Elke dag weer opnieuw. In eigen hart en leven, maar voor iedereen. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden. Den veelvoudige lof des Heren naar alles wat de Heren ons heeft bewezen. En de goedheid aan het huis Israëls die hij hun bewezen heeft. Naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn er goede tierenheden. De goede tierenheden des Heren. Ja, wie merkt dat nog op? Van nature merkt niemand dat op. De goedheid van God. Wij zijn allen goed uit zijn handen voortgekomen, maar wij hebben niet gewild. En dat zal ook aan het einde van ons leven, als God het niet verhoedt, tot ons klinken. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Breng ze hier. En dan komt het. Sla ze aan mijn voeten dood en werp ze in de poel. Die daar brandt van vuur en sulfur. Dat dat ons deel toch niet zou behoeven te zijn. Maar dat we door genade de Heere zelf om vergeving zouden mogen vragen. Om genade, van genade voor genade. En genade ook door recht. Want zelf kunnen wij niet betalen. De gerechtigheid die redt alleen. De gerechtigheid van Christus, die voor de vreugde des Heren voor ons heeft geleden. Hij is het die de krankheden op zich genomen heeft en de schande heeft veracht. Want hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hen geworden tot een heiland. Hoe kunnen we de Heere Jezus nou als onze heiland zien?
beter gezegd verkrijgen. Want tegenwoordig hebben we allemaal al een heiland. In welk opzicht dan ook. De ene die zegt, ja, Jezus Christus is mijn heiland. En de andere die zegt, ja, de wereld is mijn heiland. En de andere zegt weer, ja, mijn eer is mijn heiland. Maar het moet een geschonken zaligmaker zijn. Want anders, wat moeten wij met Jezus doen als wij geen deel aan hem hebben? Wat moeten wij met hem als wij niet door hem getrokken zijn? Hoe kan dan die ene plant van naam in ons leven overblijven? Als die plant niet ingeënt is in ons hart. Als die plant van ons moet vergaan. Want wij hebben alleen maar doodse vruchten. En daarom moet die plant ingeënt worden in ons hart. Die plant van naam. Die overblijft voor het volk van God. In al hun benauwdheid was hij benauwd. In al hun benauwdheid was hij benauwd. Hoe kunt u dan zelf nog uw zaligheid werken als hier het antwoord staat? Dat de Heer Jezus Christus eerst benauwd is geworden. En daarna Gods volk pas. En de engel zijns aangezicht heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En dat al van de dagen van eeuwigheid, van het eeuwig welbehagen, de dagen van ouds. Waar ook zo staat in Psalm 73, zo duidelijk. Ach, hij hebt van ouds hen verlost. En hij heeft al van ouds op hen nedergezien. En daar staat het, maar zij zijn wederspannig geworden. Wederspannig. Ja, is dat ineens gebeurd in dit tijdelijke leven? Nee. Dat is al in het paradijs gebeurd, waar wij in Adam en zijn vrouw hebben gegeten van de boom des kennis, des goeds en des kwaads. En daar kwam de slang zo listig en die zei, is het ook niet dat hij heeft gezegd, gij mag niet eten van de boom des kennis, des goeds en des kwaads. En daar, ach, daar zei hij, ach, dan zullen je ogen geopend worden en daar zult gij als God zijn. Dat is nou de wortel van het kwaad. Dat wij als God willen zijn. Dat wij zelf onze weg willen bepalen. Dan kunnen wij zeggen, ja, de wortel van het kwaad, dat ligt in het geld. De wortel van het kwaad, dat ligt in eer. Of de wortel van het kwaad, dat ligt daarin. Maar wij zijn wederspannig geworden en wij wilden als God zijn. Wij wilden zelf onze weg bepalen. Dat is de wortel van al het kwaad. En zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Ja, daar hebben we het. We hebben de drie eenheid van God niet erkend. Al van nature niet. En mensen die zijn er ook nu bewust van dat ze dat niet erkennen. Maar de wortel van het kwaad is dat wij hebben gezondigd in Adam. En dat we niet alleen dadelijke zonden hebben, maar dat we ook van onze voorouders zonden hebben. Van de week nog gekeken in de stamboom van onze familie. En dat gaat dan terug tot in 1571, dacht ik, dat onze voorouders, die waren dus Rooms. En ja, dan kan je dat zo zien. Maar wij hebben die zonden, ook van 1571 en daarvoor, die hebben wij ook op onze hals gehaald. Die hebben wij op onze hals. En als dat nog eens in ons leven komt, dat we niet alleen dadelijke zonden doen, maar dat we zonde zijn, dan is het toch dat wij niet kunnen bestaan. Wij kunnen niet bestaan. Onze voorouders ook al niet. Ach, en laat staan ons nageslacht ook niet, als God het geeft.
Want wij kunnen niet, maar hij kan en hij wil en hij zal in nood. Ja, zelfs bij het naderen van de dood, ja, volkomen uitkomst geven. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij, die uit de zee opbracht heeft met de herders zijn de kudde? Waar is hij, die zijn heilige geest in het midden van herstelde? Ja, weer de heilige geest. Ach, de Heere, die geeft niet voor niets. Jesaja 63, ter gepaste tijd. De Heere, die geeft antwoord, ja, en zelf door zijn heilige geest, die hij in het midden van herstelde. Maar nu staat er het tegenovergestelde. Ja, waar is hij? Waar is die heilige geest die in het midden gesteld was? Maar waar is hij? Ach, waar is die kandelaar? Is die kandelaar er nog in delen van Nederland? Is die kandelaar er nog? Ja, God weet het. En we mogen geloven dat die kandelaar er nog is, maar wij kunnen niet bepalen en wij kunnen niet gebieden. Die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes. Ja, waar Mozes het volk door de woestijn moest brengen. Ja, wat is dat? Dat is een woestijnleven voor het volk van God. Zij moeten door die woestijn geleid worden, want het Kanaan zit wel in het zicht, maar de reis is nog niet gelopen. En hoe kunnen wij lopen? Ach, Psalm 17, vers 3, die zegt: ik zet mijn treden in uw spoor. Maar dat klopt niet. Wij kunnen niet onze treden in het spoor zetten, maar door God alleen. Dus daarom, maak mijn voetpaden vast, o God, opdat ik mag gaan in uw wegen. Ja, die hen leiden door de afgronden, als een paard in de woestijn struikelden zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid. Dus de Heere, die leidt zijn volk door ondoorgaanbare wegen, door woestijnen, door rotsen, door kloven, door bergen en door dalen. Ja, en waar is de Heere dan? Is die overal? Is die al ontegenwoordig? Ja, in zekere zin wel. Maar de Heere is niet op plaatsen waar de duivel is. Dat kan niet bestaan. Want daar kan geen gemeenschap mee worden gehouden. Dat kan niet. Zie van de hemel af. En als gauw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw vermogen? Ja, waar zijn ze toch? Vandaag is het er misschien. Ja, en morgen is het weer anders. Zo kan het zomaar gaan. En van uw heerlijke woning, waar is uw ijver en uw vermogen? En het gerommel is ingewand. En uw barmhartigheden, waar zijn die? Waar is de genade? Waar mag de genade des ouden tijds wezen? Wordt hier gevraagd, zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Hier staat een opmerkelijke zin. Heere, waarom doet gij van ons van uw wegen dwalen? Hoe moeten wij dat zien? Wij hebben toch God op het hoogst misdaan? Wij zijn toch van het heilspoor afgegaan? Ach, dat is de beproeving. De Heer die wil zijn volk beproeven. Dat is het. Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil de stammen uw erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Ja. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. En door genade
moet Gods volk zeggen, ja wij hebben God op het hoogst misdaan. Ja wij zijn van ons heilspoor afgegaan. Ja wij en onze vaderen tevens. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Hoe kan het dan zijn? Hoe kan het dan zijn dat we onze naam nog overeind willen houden? Ja, dat zit in ons wortelbestaan. Dat zit al vanaf Adam tot nu. Maar er moet er één naam overblijven onder de hemel, onder de welke wij moeten zalig worden. Wij moeten zalig worden, omdat God aan zijn eer moet komen. Daarom ook, bid allen voor elkander en draagt elkanders lasten, want anders zal de verwoesting doorgaan en dan zal het zijn. Wij kunnen niet bestaan, maar hij doet een woord spreken ter zijner tijd.